in Amersfoort, op het rangeerterrein van Amersfoort. Vroeger werd er heel veel gerangeerd. En dat is allemaal verplaatst naar Rotterdam en je hebt minder goederenvervoer. Dit was een braakliggend terrein. De sporen zijn nog heel oud, kun je ook zien. En hier wordt een groot bovenleidingpracticum gebouwd. In Amersfoort op het rangeerterrein, vlakbij ons eigen opleidingscentrum, Rail Infra Opleidingen. Alle sporen worden hier een stukje opgeschoven, komen blokken en palen. En we gaan 3 kilometer bovenleiding bouwen. De bedoeling is dat wanneer het hier gebouwd is, dat de monteurs het compleet mogen afbreken en weer opbouwen. Zodat de kwaliteit van de bouw van de bovenleiding gewoon hard vooruit gaat. En minder verstoringen. Minder vertraging. Met het plaatsen van de eerste fundering is de bouw van het practicum in november 2005 gestart. Dit was het einde van een lange periode van voorbereiding en het uitkomen van de wens van velen. De eerste fundering werd, met Wim Tichelaar in de functie van kraanmachinist, met enig ceremonieel geplaatst. Hierbij is het herinneringsbord onthuld met de naam van Wim Tichelaar. Hij was het die zich bij ProRail sterk heeft gemaakt voor het tot stand komen van het practicum. Oh, dat is leuk, hè? Ja. We eindelijk iets echt neerzetten. Dat is letterlijk echt neerzetten. Dus, deze project heeft heel veel ups en downs gehad in de tijd. Want op een gegeven moment denk je van, krijg je de handen op elkaar, krijg je toestemming om te gaan beginnen en dan komen weer al die problemen. Maar uiteindelijk, moet ik zeggen. Nu we de zaak in opdracht hebben en nu we de spullen hebben en over een maand echt zouden beginnen. Je hebt even iets naar voren gehaald. Maar ook omdat je er heel veel jaren mee bezig geweest bent en ook heel veel lobbywerk voor hebt moeten doen. Dus, maar goed, alle eer ook aan Joop en Albert, want dus we hebben echt met z'n drieën en dan hadden we dan de code bij aangesleurd. Dus ook heel veel aan gedaan. Nee, leuk. Ik vind het heel leuk om dit ook even zo als verrassing tussendoor te doen. Ja. Voor de bouw van het practicum is uit kostenoverweging zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrijgekomen materialen. Het betrof bruikbaar materiaal dat vrijgekomen was op projecten van Structon, BAM en Volker. Hans Zengerink heeft de coördinatie met de aannemers uitgevoerd voor het plaatsen van de draagconstructie en de afstemming van het benodigde en beschikbare materiaal. Op basis van het ontwerp van Arcadis zijn de materialen aangeschaft en gemonteerd. Er zijn zoveel mogelijk verschillende componenten als leerobject toegepast. Ook is er een RHS-seinbalk toegepast, zoals op 4-sporige baanvakken. Om de bouwkosten zo beperkt mogelijk te houden, is de montage uitgevoerd op dagen dat een aannemer personeel en materieel beschikbaar had. Voor opslag van kwetsbaar en diefstalgevoelig materiaal zijn zeecontainers aangeschaft. Inmiddels zijn deze als magazijn ingericht met alle benodigde bovenleidingmaterialen. Naast het magazijn zijn 2 gekoppelde kantoorcontainers als werkplaats ingericht.
In het ontwerp van de bovenleiding zijn drie verschillende bovenleidingssystemen toegepast. Twee sporen met het klassieke 1500 volt B1 systeem. Twee sporen met het B4 systeem, dat voorbereid is voor ombouw naar 25 kilovolt. En één spoor met een viaductsysteem met vast afgespannen draagkabel. In het B1 systeem zijn twee draden met draagkabel 70 mm kwadraat toegepast. En drie draden met draagkabel 150 mm kwadraat. In het B1 systeem zijn twee draden met draagkabel 70 kwadraat millimeter toegepast. En drie draden met draagkabel 150 mm kwadraat. In het viaductsysteem zijn zowel pijpconstructies als tacharmen toegepast. En verschillende soorten rijdraadlopers. De bovenleiding op het practicum is als eiland gebouwd, waardoor er altijd veilig en spanningvrij gewerkt kan worden. Het practicum is aangesloten op de onderstations van railinfraopleidingen. Hierdoor is het ook mogelijk om 1500 volt spanning op de bovenleiding te zetten, waarmee er opleidingen voor specifieke onderhoudswerkzaamheden aan een spanningvoerende bovenleiding gegeven kunnen worden. Bij de voedende schakelaars in het B1-systeem en in het B4-systeem zijn open spaninrichtingen gebouwd. Ook is er een 25 kV bovenleidingsschakelaar geplaatst, zoals op de Betuwe-route. Het trekken van de dubbele versterkingsleiding voor het B4-systeem is op de klassieke wijze met een haspelwagen uitgevoerd. De kabels zijn over trekrollen aan een tijdelijk draagkabelsteunpunt over de seinbalk getrokken. De B4-versterkingsleidingen zijn met behulp van een trekkrachtmeter op de juiste trekkracht in relatie tot de temperatuur afgespannen. Op het practicum zijn twee wissels geëlektrificeerd. Eén wissel in het B1-systeem en één wissel in het B4-systeem. Omdat naast de praktische opleiding ook theoretische instructie wordt gegeven, waren er naast het practicum ook leslokalen nodig. Deze zijn gebouwd met samengestelde kantoorunits. Hierbij is ook rekening gehouden met arbo-verplichtingen. De locatie bestaat uit twee gescheiden leslokalen, twee toiletten, een was- en kleedruimte en een koffiehoek. Tevens zijn er opslagruimtes voor lesmateriaal en schoonmaakgerei. De leslokalen zijn voorzien van airconditioning. Naast het hoge practicum is ook een laag practicum gebouwd. Hier zijn over een lengte van 200 meter twee draden getrokken,
waarvan de rijdraden op ooghoogte hangen. De docent kan hier zonder hoogwerkers montage-instructie geven. Voor veel montagehandelingen, zoals bijvoorbeeld het kruiselings verwisselen van rijdraden, is dit bijzonder praktisch.